haar stemadvies uit te brengen, feedback te geven, wil ik graag weer even een applaus voor alle vier de slammers. Ja. Ja, wat mooi. Wat fijn is van zo'n tweede ronde, en dat is wel jammer dat niet iedereen de kans krijgt om een tweede ronde te doen, is dat als je aan het opletten bent, ben je natuurlijk aan het opletten op hoe doet iemand het. En nu laat ik even de rust, want ik weet ongeveer hoe iemand het doet, wat ik net gezien heb. En nu kan ik echt naar de teksten luisteren en denk ik, wauw, wat mooi. Ja, voor die is verschoven, die is verplaatst. Nou, super creatief. En de poëzie zelf ook, want soms heb je iemand doet heel erg iets aan de performance of heel creatief en dan is de inhoud eigenlijk niet zo sterk, maar het is dubbel sterk. Dus inhoud zoals performance is gewoon sterk. Dus de ene valt de ander niet af. En ik moest ook een beetje aan Split denken, die film, dacht ik, geweldig als je, ja, gewoon, ik vind het heel tof, het inspireert me en ik hoop jou heel vaak overal te zien. Sowieso ertussen, altijd, vind ik. Ik vind dat je hem gewoon sowieso moet boeken, wie je ook boekt. Ja? Oké, Benzo, weer een persoonlijk mooi open gedicht. Ik ben wel heel streng, want waar ik dus op ga letten, dat ik niet verteld, als ik een tip geef, dan ga ik kijken of ik die mee kan nemen. En het is natuurlijk ook flauw, want dat doe je niet. Ik moet eerst denken, oh ja, dan moet ik gaan oefenen. Maar goed, nogmaals, spreek wat rustiger. Neem ons mee, je hebt geen haast. Je hebt echt geen haast. Want het is zo geweldig wat je schrijft. Het is zo mooi, zo puur, zo jou. En gewoon wat je persoonlijk meemaakt. Wij verdienen het om het nog meer tot ons te laten opnemen. Want je bent heel goed. Echt heel goed. Miguel, waar ben je? Ja, geweldige verhalenverteller. Echt mooi. Je bracht dus ook direct, weet je, het begin aan het beeld. Je hoeft niet veel te zeggen, maar je weet precies waar je het over hebt. Heerlijk om daarna naar te luisteren. Heel mooie opbouw. Het middenstuk en de afbouw geweldig. Nou, ik kan eigenlijk niks zeggen. Mooi, heel erg mooi. Sabina is het toch? Wauw. Weet je wat ik zo mooi vond aan jou? Kijk, je hebt natuurlijk de eerste ronde en de tweede ronde. Laat je eerste ronde een stukje van jezelf zien. En de tweede ronde pak je wat meer uit. Of laat je een ander deel van jezelf zien. Wat ik heel mooi vind. Er is zo een groot verschil in jouw eerste gedicht. En ook jouw houding daarbij. Want je stond zo. En dan denk ik, oh, is dat iemand zijn vaste houding? Is dat een comfortabele houding? Of is dat een passende houding voor het gedicht? En werkelijk. Want het gedicht wat je nu hebt voorgedragen, ja, het was een hele andere Sabina. Er stond gewoon, ja, vinden jullie het ook dat jullie, het is toch een andere vrouw, want het ging over iets anders. Textueel kwam prachtig, gewoon echt geweldig, erg mooi. Ja, dat is mijn stemadvies, heb ik nog niet, maar dit is mijn feedback. Oké, en voordat we dan weer pauze gaan houden en dus ook gaan stemmen, wil ik wel nog even iets zeggen, want die derde ronde is dus wel een bijzondere ronde. Dat heet dus de finale battle, er zijn straks nog twee slammers over. En waar je misschien een beetje rekening mee kan houden met het stemmen, is dat die twee slammers straks tegenover elkaar gaan staan. Het is dus anders dan de eerste twee rondes. Ze gaan tegenover elkaar staan en ze gaan om en om een gedicht doen. Dus ze gaan eigenlijk echt dus verbaal bettelen. Daar kun je misschien een beetje over nadenken als je denkt, nou, die zou ik wel tegen die willen zien. Nou, daar kun je dus over nadenken. Weer even plassen, drinken en natuurlijk stemmen. Vergeet niet te stemmen. Stemmen is belangrijk. En tot straks.